Tijdens een business lunch aangeboden door Parea is donderdag de verklaring van Paramaribo getekend. Parea is de vereniging voor gay professionals in Suriname. Het document heeft tot doel bedrijven te stimuleren een LGBT-inclusieve werkomgeving te creëren. De ondertekening vond plaats in restaurant Spice Quest. Vertegenwoordigers van 16 organisaties, waaronder Torarica, Rudisa Holding, de Fina Bank, Nana Resources, Calotti Suriname en de KLM hebben hun handtekening geplaatst onder het document. Een historisch moment, zegt Parea-voorzitter Juan Pigot. Want een aantal toonaangevende bedrijven in Suriname heeft hierdoor bewezen dat voor hun alle personeelsleden hetzelfde zijn. Deze verklaring is ook ondersteund door de werkgeversorganisaties ASFA, NVSB en vakcentrale C47. Wanneer iemand zichzelf kan zijn op de werkvloer, komt dat de productiviteit van zowel de werkgever als de werknemer ten goede, zegt Pigot. De verklaring van Paramaribo is een van de uitkomsten van de Workplace Pride Conferentie die op 9 juni 2016 werd georganiseerd door Parea in samenwerking met de Nederlandse ambassade en de Workplace Pride Foundation. Het uiteindelijk doel is dat genderneutrale cao's, waarbij dezelfde rechten gelden voor zowel hetero's als homoseksuelen, de norm wordt. Parea zal de rol van coördinator op zich nemen en bedrijven bijstaan met informatie over het implementeren van LGBT-inclusief beleid. Van de universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzici, leerkrachten en verpleegkundigen.